Goedemorgen, ik ben Ilse van der Merwe. Een van mijn gunstelingsoorte kos om te eten is Italiaanse kos. En vandaag ga ik jullie wijzen hoe om twee Italiaanse gunstelingen te combineren om iets helemaal niet te maken. Het is een knoffel pita brood met een caprese slaai boop dit. En dan gaan jullie wijzen precies hoe om het te maken. Ik heb reeds een beetje deeg aangemaakt wat ik nou vir julle gaan wijzen om uit te rollen. Jij gebruikt twee kopjes meel, twee theelepels kitsgis, een beetje suiker en zout. En dan water en een klein beetje olijfolie om hierdie deegie aan te maken. Ik laat hem gewoonlijk rijs in een warm plek voor zo'n 30 minuten. En dan lijkt hij dus dit. Hierdie maak precies genoeg voor twee groot pita's. So dan gaat het uitkeer op een meelbestrooide oppervlak. En dan gaat het net zo'n klein beetje afknie. En dan ga ik het omdraaien en dan van hierdie kant af uitrol. Nu water te sê, hierdie maak twee. En dat ik eerst de syne sit. So, nou gaan jy gewoon een rolstok gebruik. Ek sit gewoonlik net so'n bietjie meel aan die voorkant, aan die rolstokse kant ook. En jy gaan nou hierdie pita uitrol, so dun as wat jy dit moontlik kan kry. Jy gaan nou sien, ons begin met een redelike dik broodjie, maar op die ou end gaan dit een lekker veerligte enetjie wees, want jy wil hê die korsie, soos wat hy bak in jou warm oond, moet regtig lekker krakerig raak. De enigste manier om dit reg te kry is om rarig dun uit te rol. Jy sal sien, hierdie pizza is nou lekker groot uitgerol. Het is lekker dun, jy kan amper hier om kyk. O, goed, dan druk ek een gat in. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan dit op 'n bakplaat sit. Jy sal sien, hier is, is amper soos bakpapier, maar iets wat een bietjie meer permanent is. Jy kan hem weer gebruik. En nou het ek 'n bietjie fyn knoffel wat ek met my masjienkie fyn gedruk het. Jy kan dit ook rasper of baie fyn sny met 'n mes. Ek gaan dit lekker baie olyfolie hier opsit. En nou gaan ek 'n gewone lepel gebruik om dit net hier op te skep. Nou hierdie is vir knoffel liefhebbers. So moenie skaam wees nie. Ek sit graag tot soveel as 4 huisies knoffelhuisies op een pizza. Smeer het net so, jy sal sien die olijfolie, help het net om een bietjie te smeer. En ons gaan een klein bietjie origanum ook daar oorstrooi. En nou gaan hy op een warm oond. Ek sal sê 230 tot 250 graden vir omtrent 7 minuut en dan gaan hy nou lekker goudbruin raak. En ek hou daarvan om het te sit op een lekker houtboord, waar ons het lekker later sal sny. En nou die beste deel van alles is om die caprese slaai bo-op hierdie pita te sit. So, wat ek hier so het is lieflike vars tomaties van allerlei soorte. Jy kan sien ek het paar pers tomaties ook hier so. Daar is een paar geel klein tomaties, groot en klein. Koop verkieslik organies en goed wat baie lekker vars is wat nou net gepluk is. Dan het ons ook een bol fior di latte, wat een lekker vars styl van mozzarella. As jy kan dit net so skeer en bo-op sit. Heerlike vars basiliekruidblare. Hier is dan net lieflik vir een middagete met een lieflike vars glas witwijn buiten op die stoep. Nou sal ek hem net so'n klein bietjie van een extra olijfolie gee. Een bietjie grove sout. En peper. Ek dink Italiaanse kos was nog nooit so lekker nie.